Op de operatiekamer is iedereen gereed voor de keizersnede van Petra Boers. Haar eerste twee kinderen zijn allebei veel te vroeg geboren. Om dit keer een vroege geboorte te voorkomen, heeft Petra 6 weken in het ziekenhuis gelegen. De baby is nu 35 weken oud en dat is een veilige grens om gehaald te worden. Haar eerste twee kinderen heeft Petra onder volledige narcose gekregen en haar man Maurice mocht er niet bij zijn. Dus dit keer gaan ze samen voor het eerst de geboorte van hun kind meemaken. Het is een meisje. Verpleegkundige Sandra en verpleegkundig specialist Sjors onderzoeken haar, omdat ze toch ruim een maand te vroeg geboren is en met een keizersnede ter wereld kwam. Weet jullie al hoe ze gaat heten? Ja, Vera. Vera. Ja. Met de V van Vera. Ja. Ze heeft echt wel een beetje moeite met ademen. Oké. Okay. Dat heeft echt te maken met de keizersnede. Ja. Het probleem is dat als je natuurlijk een kind wat het gewoon heel goed bij de moeder heeft, is helemaal niet gestrest. En de stress is gewoon heel erg nodig om je longen mooi droog te krijgen. En als je natuurlijk vaginaal geboren wordt, pers je nog het laatste vocht uit. En dan zie je dat die ademhaling gewoon veel rustiger is. En je ziet gewoon dat zij gewoon in het begin nog wat moeite heeft. Al dat vocht dat in die longen zit. En je ziet in de loop van de minuten zie je dat het gewoon langzaam gewoon klaart. En dat het ademhalen ook rustiger wordt. En dat ze, dat ze er geen last meer van heeft. Dat is aardig mooi hoor. Ja. Ja. Nog wel rustig aan. Geef even de tijd. Ik moet even bijkomen. Ja, ze moet even wennen. Het zit natuurlijk heerlijk binnen baarmoeder. Ja. En ineens word je eruit geplukt. Hé? Jij wist het nog niet, hè? Maar heb je donkere ogen. Het is natuurlijk niet niks, hè? Als je natuurlijk van in de baarmoeder naar buiten is een hele grote verandering voor kinderen. En daar moet je even de tijd voor geven. En als je er zo bij blijft en ziet hoe ze het doet, dan doet ze het gewoon deed ze het prachtig. En lichamelijk onderzoek was verder ook gewoon goed. Mooi meisje. We are one, rhythm of a beating heart. We are one, never be apart, never be apart. Oh, 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 oh,